open. Als je zoals ochtends om 4 uur de deur open doet, nou, de eerste kijkt hij ook echt aan alsof ze, het is nog geen 6 uur, doet de deur maar weer dicht en draai ik mij er nog even om. En zo gruwelijk vroeg komen de dames ook maar langzaam op gang. Eigenlijk heeft een koe voelt zich plezieriger bij -5 als bij 25 graden. Gelukkig hebben ze geen last van een ochtendhumeur. Dat ze enthousiast zouden zijn, daar leg ik het niet aan. Hè? En met een klein duwtje tippelen ze midden in de nacht de wei in. Overdag is met deze hitte geen doen. Een van de belangrijkste oorzaken is dat ze eigenlijk best vrij groot zijn, hè, en ook nog behoorlijk zwart zijn. En daardoor snelachtig opwarmen, met name rechtstreeks in de zon. Ze worden dan lui, ze worden er loom. En ze stoppen eigenlijk met eten, waardoor ze ook langzaam in een neerwaartse spiraal komen. En dus wordt dag- en nachtritme omgedraaid. En zodra dat de zon behoorlijk sterk wordt, kunnen ze weer naar binnen. En daarmee komen ze ook uit de zon in de schaduw. En je kunt eigenlijk vergelijken met ons als wij onder een paraplu gaan zitten. Het is niet alleen voor de koe haar best wil. Ook die van de boer. En de kunst is wel om op tijd met je voorzorgsmaatregelen te beginnen. Omdat als je daar te laat mee bent en de koeien gaan al minder eten, ook je vrij snel zomaar 10-15% van je melk kwijt bent. En op zich is dat natuurlijk wel heel jammer. Om de melkproductie op peil te houden, werkt de boer nu volgens tropenrooster. Dus en het is om dit moment, als het ochtends vroeg om 4 uur ochtends nog 17 graden is buiten, is het eigenlijk heerlijk vertoeven hoor. Daar niks mis mee. Nou, we worden ze helemaal gelukkig.